Hi, mijn naam is Linty en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag laat ik je zien hoe je een levendige achtergrond maakt in 7 stappen. Stap 1 is het tekenen van de basisvormen. Je tekent in deze laag de vorm van alle vlekken die je ziet op de foto. Gebruik hiervoor een kleur die niet al te opvallend is en vooral niet al te donker. Stap 2 is het aanbrengen van de eerste laag kleur. Begin bij de echte schaduwen en let er vooral op dat je niet te hard duwt op je potlood, want een dunne laag is genoeg. Je kan in deze laag ook heel fijn experimenteren met kleur. Ben niet te bang dat je een verkeerde kleur gebruikt, want als het resultaat niet naar je zin is, komen er nog genoeg lagen overheen om iets te herstellen. In stap 3 breng je meer lage kleur aan en je hebt nu beter zicht op welke tinten je nodig hebt. En weer teken je heel dun. Stap 4 is het mengen van de lagen door het gebruik van verfverdunner. Ik gebruik hier de reukloze gamsol voor, maar iets van Talens bijvoorbeeld is ook prima. Voor meer informatie hierover, kijk even hierboven, want daar link ik een uitgebreide video over deze techniek. Stap 5. In dit stadium teken je net zoveel lagen als je nodig hebt om precies die kleuren te krijgen die je mooi vindt. En je ziet in deze laag de kleuren helder en levendig worden. Stap 6. Steeds als je een gedeelte getekend hebt, verdun je het met gamsol. Op deze manier krijg je een goed idee van de kleuren die je gebruikt. En door dit dan stukje voor stukje te doen, heb je veel controle en kom je niet voor verrassingen te staan als alles al klaar is. Stap 7 dan is het verbinden en vervagen van de kleur. We tekenen nog 1 à 2 lagen en proberen de achtergrond wat te verbinden met elkaar. Ik gebruik hiervoor een doezelaar om deze lagen te vermengen. En met deze stappen krijg je dan een mooie, levendige achtergrond. En als algemene tip wil ik je vooral meegeven om in dunne lagen te tekenen, want dat zorgt voor het mooiste en levendigste resultaat. En zoals altijd, neem lekker de tijd. Geniet van het proces, want de achtergrond is net zo belangrijk voor je tekening als het onderwerp. En al met al krijg je door deze 7 stappen een mooie en gevarieerde achtergrond. En kan je daarna verder met je onderwerp. Ik heb vandaag nog een kleine mededeling. Volgende week op 6 september start mijn nieuwe online begeleidingsprogramma op het platform Petje.af. Petje.af is een compleet Nederlands platform dat vergelijkbaar is met het Amerikaanse Patreon, waar misschien al mensen wat van gehoord hebben. Wat bied ik daaraan? Onder andere langere video's en speciale video's voor mijn Petje.af leden. De video van vandaag bijvoorbeeld. Maar dan, niet versneld, compleet met een voice-over, met alle ins en outs over het maken van deze tekening, alle kleuren op een rijtje, gewoon alles wat je zou willen weten. Je kan me helemaal op de vingers kijken en ik neem je stap voor stap mee door het complete proces van het tekenen van deze achtergrond. Dat soort video's zet ik altijd op petje.af.
Maar dat is zeker niet het enige. Want veel belangrijker en leuker is mijn eigen begeleidingsprogramma. Voor een klein bedrag per maand kan je je inschrijven voor het maandelijkse begeleidingsprogramma, maar ook voor het wekelijkse begeleidingsprogramma. Dat houdt in dat via een gesloten WhatsApp-groep kan je mij dus één keer in de week of één keer in de maand al je vragen stellen. En we doen dat via een WhatsApp-platformpje, omdat je daar de meeste mogelijkheden hebt in zowel beantwoorden van mij van video, we kunnen video bellen, ik kan je foto's sturen, tekst sturen, er is alles in mogelijk. Dus zo direct als ik het kan maken, zo wil ik het graag doen. Dus dat ik jou beter kan leren tekenen. Dat is de bedoeling en op volgende week op 6 september start mijn online begeleidingsprogramma en kan je daar terecht. Dit was vast eventjes mijn extra nieuwtje van deze week. Ik wil je zoals altijd heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens je veel tekenplezier en ik zie je heel graag in de volgende video. Bye bye!